Oké, noten lezen. Dat is muziektheorie, dus dat lijkt heel ingewikkeld. Maar dat is het niet. Het is namelijk heel handig als je noten kan lezen of je weet of een noot omhoog gaat of juist weer naar beneden. En dat is iets wat je alleen als je de lettertjes weet niet genoeg is. Hoe werkt het? Nou, het is gewoon het alfabet. C, begin je altijd met C. D, E, F, G, A. En dan kom je dus weer naar de G. Komt weer de A. Net als op de piano of het keyboard. Dan naar de G komt de A. B, C, D, E, F, G, A. Oké. Okay. Nou, die moet je uit je hoofd kennen. En dat is misschien best wel veel. Maar er zijn gelukkig wat ezelsbruggetjes. Want als je goed kijkt, er zijn twee mogelijkheden. Een noot zit oftewel hier tussen de lijntjes. Zoals hier deze F. Of hij zit hier op een lijntje. Zoals deze G. Nou, laten we even beginnen met als die op een lijntje zit. Bijvoorbeeld hier. Ik zeg maar wat. Heb je een E? Zie je daar staan? Als je een E hebt. E. Met een stok omhoog zo. Prima. Een E. En de volgende is een G. En dan een B, een D en een F. En het ezelsbrugje is Annie geeft Bert de vinger. Van onder naar boven. Annie geeft Bert de vinger. Nou, super makkelijk. Hier heb je de stok naar beneden, hier de stok naar beneden, hier de stok naar beneden, hier de stok omhoog. Dat is misschien een beetje raar. Waarom zitten die stokken opeens omhoog of naar beneden? Nou, als je die stok hier omhoog had gedaan, kom ik daar helemaal door mijn lettertjes heen. Dat wil ik niet hebben. Dus zo werkt het eigenlijk bij muziek. Je doet ze hier naar beneden, zodat ze niet zo in de weg zitten. Dus dat is alles. Het is heel praktisch. Dan heb je de volgende, dat de noot tussen de lijntjes zit. Zoals hier, 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 hier. En dan heb je de volgende ezelsbrug van onder naar boven. Face. F-A-C-E. F-A-C-E. Zo. Kortom, het is een F, een A, een C of een E. Een E, een G, een B, een D of een F. Ernie geeft Bert de vinger. Zit hier een noot? De derde begrijp ik meteen. Ernie geeft Bert. Logisch. Dat kan jij. Dat weet ik zeker. Oké. Er zijn er nog twee die je moet weten. En dat zijn deze twee. Je hebt hier nog twee noten boven. En je hebt hier nog twee noten onder waar je geen ezelsbruggetje voor hebt. Maar dat zijn twee woorden eigenlijk, of twee dingen die je wel begrijpt. Ga. Nou ja. G en A. Er zit een streepje erin, dat noem je een hulpstreepje. Zodat je weet dat hij niet tussen de lijntjes is, maar op een lijntje. En dan hier. CD. Ja. Is ook te onthouden. Zoals je CD onthoudt onder de toet, onder de notenbalk, en je onthoudt GA boven de notenbalk, en je onthoudt Ernie geeft Bert de vinger en face, dan kan je alles op de notenbalk heel makkelijk, kan je dat heel makkelijk uitpuzzelen. Kijk, en dan om even terug te komen op wat ik in het begin zei, waarom is het nou zo makkelijk, weet je, om noten te kunnen lezen, of in ieder geval te begrijpen hoe het werkt. Kijk, stel, er staat op jouw blaadje dat je een C moet spelen. En daarna een E. Ja? Ja? En die C, die is hier. Ja? Ik zie dat een C. Nou, dan weet je dat je die C gaat spelen. Wat denk jij, als je een E moet spelen, is dat waarschijnlijk C, D, E. Die zit er vlak naast die E. Maar misschien is het wel deze E. En dan weet je al eigenlijk, zie je het al, hey, die is een heel stuk naar beneden. Dus die zit niet gewoon rechts van mijn C, maar die zit een heel stuk lager naar een E. En daardoor kan je de melodie beter voegen. Dus op die manier kan je noten lezen, in ieder geval gebruiken als een soort van, zeg maar als een tom-tom, als een routeplanner. Waar moet ik naartoe? Moet ik omhoog naar deze E? Dat is ook een E natuurlijk. Of moet ik omlaag naar die E? Want het is allebei een E. Ernie geeft met de vinger, dus het is een E. En face, F-A-C-E. Het is allebei een E. Deze is laag, die is hoog. Dus daar kan je het heel erg goed voor gebruiken. Weet je veel beter hoe je iets moet spelen op een keyboard. Daarvoor moet je het kennen. En dit moet je allemaal weten voor je notenleestoets. Succes!